Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Stranded Deep aflevering. Ik ben Melvin, wij zitten hier natuurlijk weer op dat eiland waar ik echt gewoon 3 schipswrakken heb gevonden de vorige aflevering. Waarin ik toen ook echt gigantisch veel heb geloot, zoals jullie kunnen zien. Echt waar, we hebben gewoon de jackpot gevonden van een eiland. Ik ben ook van plan om op... Hou even je mond dicht, kuthorloge. Wat is er aan de hand? Er is helemaal niks aan de hand, dus bek dicht jij. Maar wat ik wil zeggen is dat ik op dit eiland wil gaan bouwen. Maar daarvoor wil ik nog één keer teruggaan naar mijn begineiland. Want op dat eiland heb ik nog, als het goed is, een paar dingetjes liggen die ik nog best wel kan gaan nodig hebben. En eentje daarvan, dat is een propeller. Want ik heb even alle onderdelen bij elkaar gelegd. Ik heb hier nu een fuel tank, duct tape. Ik heb hier dan een stick liggen. En hierbij moet ik nog 2 dingen hebben. Een carburateur. Volgens mij zei ik het goed. En ik heb nog een propeller nodig. En die propeller, die heb ik op dat begineiland liggen. Als het goed is, is dat begineiland een van die 2 of 3. Ik weet het niet zeker, maar dat gaan we zo meteen wel zien. Ik ga in ieder geval nu eerst slapen. Dat is namelijk wel zo handig. Dan is het dag, kunnen we makkelijker varen. En dan is het gewoon even, ja, simpel. En ook iets wat ik nu wil gaan proberen is een techniek die jullie mij hebben aangeleerd om heel snel te kunnen gaan varen. Wat ik moet gaan doen is 1 item pakken. Dus men nemen een item. Ik weet trouwens niet wat voor item. Ah, nou ja, voordat ik dat ga doen. Dit briefje. Hebben jullie ook reacties over achtergelaten? Als ik hem nou even kan pakken. Het zou heel handig zijn als ik dat ding... Ja, hè, zo dat. Maar wat jullie mij eigenlijk hadden verteld en waar het op neerkomt... is dat het briefje aangeeft dat er ergens hier in de buurt mensen aanwezig zijn. Ik heb hier helemaal niks van gehoord over het spel. Ik heb ook nergens een video gezien of gezocht naar een video... wat dit als het ware nou precies inhoudt. Misschien is het wel een easter egg in het spel dat je echt serieus iemand kan vinden. Ik weet het niet. Ik heb het gevonden. Ik vind het wel heel grappig dat ze zo'n easter egg erin heb gedaan, maar of het echt leidt naar mensen die leven, ik weet het niet. Er was wel een hele overtuigende reactie van Melvin, je moet op zoek gaan naar mensen, want je hebt nu dat briefje gevonden. Maar omdat het briefje uit 1998 is en als ik mijn horloge voorpak, staat daarop, ja, 4 maart. Dat is dus niet echt heel erg handig, maar jullie begrijpen mij, dat komt niet echt overeen. Nee, dus... Ik weet nog niet of ik dat moet geloven. Maar wat ik wel wil geloven is een manier waarmee ik gigantisch snel kan gaan varen. Jullie hadden mij namelijk verteld, als ik zo een item meesleur en ik ga op de boot staan. Moet je eens opletten. Ik leg dit ding op de grond en ik ga dit ding zo naar me toe trekken. Oh mijn fucking god. Serieus? Wauw, ik kan serieus zo varen. Dit is mooi. Dit vind ik leuk. Oh mijn god. Wie de fuck heeft zoiets verzonnen? Moet je kijken hoe hard je dan kan gaan. Wacht even, moet wel goed doen. Oh mijn god. Moet je eens kijken joh. We hebben een speedboat. Moet ik het wel goed doen, maar dit is super. Oh mijn god joh, deze tip. Hier heb ik echt wat aan. Wacht even, ik wil het wel goed doen. Kom op, ja. Godsamme, het is nog best wel lastig. Dat moet ik toegeven, maar dit is best wel vet joh. Maar kijk hier. Holy shit, joh. What the fuck doe ik allemaal? Vaar even. Dit is leuk. Dit vind ik lachen. Of zijn we al op land? Oh, we zijn al op land. Maar oké, jongens. Dat is een manier waarmee ik super snel kan gaan varen. En ik ga die denk ik ook maar even gebruiken. Deze manier om naar... Ja, voor mij is het een van die 3, 4, 5... Ik weet niet welke het is, maar als het goed is, is daar ergens een eiland. En ik moet iets eten omdat ik weak ben. Oké, dus voordat wij dat gaan doen, ga ik eerst even wat eten door middel van een kokosnoot of misschien wel een aardappelbrand. Dat is wel zo handig, maar ik zie jullie in ieder geval wanneer ik op mijn begineiland ben of op een nieuw eiland. Want dat weet ik nog niet zo zeker wat ik als allereerste ga vinden. Dus tot daar. Oh mijn god, dit meen je niet. Oh mijn god. Ik ben leuk aan het varen en ik zit helemaal niet op te letten op het weer. Oh, kut. Ik weet dus niet waar ik nu ben. Ik weet dat ik daar vandaan kom. Oké, dat moet ik nu echt gelijk even gaan onthouden. Waar kom ik vandaan? Ik kom daar vandaan. Als ik nou even mijn kompas voorpak. Als ik die bij me heb. Ja, we komen uit het beetje het noordoosten rond de 80. Als het goed is. Dus in de 70 en 100. Zullen we dat gewoon maar onthouden, ja? 70 en 100 het oosten. Oh mijn god, want ik moet wel natuurlijk onthouden waar mijn allereerste eiland is. Of mijn eiland waar nu alles ligt. Waarom moet het nou weer fucking mistig zijn? Dan check dit, je ziet geen hand nou. Als het goed is, vaar ik nog wel de hele tijd goed, maar... Oh, dit is kut. Dit is echt gigantisch kut. Hier baal ik behoorlijk van namelijk. Ik hoop nu gewoon dat ik goed vaar.
Ik hoop echt zo erg dat ik nu gewoon meteen op een eiland uitkom. Oh mijn god. Dit meen je niet. Oh mijn god, jongens. Ik vaar goed. Ik vaar goed. Kijk, we komen bij die boei langs. Oh mijn god. Oh, wat ben ik blij dat ik die boei zie. Misschien komen we dan ook wel Harry tegen. Harry de walvis. En ik hoor het geluidje. Ja, het wordt nee. Ja, ja. Ja, gaat de mist weg? Gaan we zo meteen eilanden zien? Alsjeblieft. Ja. Yes, oké. Oké, de mist is weg. We hebben de boei gevonden. We horen wel het geluidje dat er een zwaardvis bij mij in de buurt is. Want ik wist wel hoe zo'n zwaardvis... Ik bedoel, ja, zwaardvis heet die. Ik wist wel hoe zo'n vis heette die ik de vorige aflevering tegenkwam. Maar ik was gewoon even toen op dat moment de naam vergeten. Maar ja, het was een zwaardvis dat achter mij aan zat toen hier. En zie, daar zwemt die. Ik weet niet of jullie dat zagen. Ik denk het niet. Maar als je heel goed zag, zag je hem ergens zwemmen, ja. Maar wij gaan in ieder geval nu gewoon lekker verder varen op deze slimme manier. Want oh mijn god, dit is echt briljant. Nu kan je gewoon lekker snel varen. En gewoon, ja, het werkt ook nog eens goed. En wat is er nou met mijn mobiel dan aan de hand? Ik heb geen hartjes meer. Ik heb fucking geen hartjes meer. You fucking serious? Oh mijn god, dit meen je niet. Dit is zware stront. Dit is echt zware stront. Oké, we hebben geen hartjes meer. Ik ben in ieder geval wel bijna bij het eiland waar ik... Holy shit! Wow! Oh, daar schrok ik even. Oh my god. Maar we zijn in ieder geval aangekomen bij een nieuw eiland. Doe snel, want die hij zit achter me aan. Oh, dat vind ik niet fijn. Snel, zijn we er bijna? Voor mij zijn we er bijna, jongens. We zijn bijna op het eiland. Ik weet niet of dit het juiste eiland is waar ik naartoe wou. Hoop het wel een beetje. Zijn we er al? Oh, we gaan er... What the fuck? Oké, één ding is zeker, dit is mijn eiland. Maar, wat? Oké, er klopt hier iets niet. What the fuck? Ja, ik ben wel bij mijn eiland, want hier liggen al die spulletjes. Maar, what the fuck is hier gebeurd? Wat? Dit eiland is verschoven of zo? Wauw, oké. Nou, we hebben in ieder geval de propeller. Dat was eigenlijk het enige waar ik hiervoor echt naartoe kwam. Maar wat is hier gebeurd? En hier ligt ook nog de engine. Oké, fucking vet. Die hebben we ook nog nodig namelijk. Maar wat de hemeltje lief is hier gebeurd. Nou, voor mij is er een aardbeving geweest of zo. Dit is wel zo vaag. Dit slaat er werkelijk helemaal nergens op. Nou, wat een dom spel. Echt waar. Hoezo nou dan vliegende palmbomen? Like, what the fuck? Oké, best game ever, 10 out of 10. Ik zou het echt aanraden voor iedereen. Maar nu dat trouwens zo hier is veranderd, om het zo maar te zeggen. Nu dit allemaal zo raar is. Zouden deze dingen dan ook gereset zijn, deze boten, met de loot? Ik ga gewoon eens even voor de gein kijken. Ik ben benieuwd namelijk. Oh, helaas is de boot niet gereset. Dat vind ik jammer. En wat de fuck is er met mijn horloge ding aan de hand? Hij zit soms echt gewoon te piepen. Volgens mij betekent dat dat er iets aan de hand is met mij. Maar wat het betekent, weet ik niet. Nou ja, in ieder geval, die boten zijn helaas niet gereset. Ik kon trouwens niet eens op die boot komen, om dat maar even te zeggen. Dat ding is namelijk nu gewoon zo geplaatst dat je er niet meer op kan komen. Super vaag is dit. Dus ja, laten wij maar teruggaan naar ons beginner-eiland, denk ik dan maar. Want ja, we kunnen hier voor de rest niks. We hebben hier wat vliegende dingen. What the fuck, man. Het is zo raar. Dit is echt gigantisch raar. Ik kan wel even wat potatoes gebruiken. Als we deze nou gewoon nog even gaan hakken, dankjewel. Potatoes onder water. Oh kut, ik heb inventory vol. Wacht even. Maar ik ga in ieder geval nu weer terugvaren. We hebben de propeller en de engine. Ik weet niet of we nu al de engine kunnen maken. Maar als dat zo is, dat zou echt fucking awesome zijn. Nou, ik heb het hier wel weer voor het gezien, jongens. Ik ga maar weer terug naar mijn eiland. En dan hoop ik dat ik de engine kan bouwen. Ik weet het niet zeker, maar we gaan gewoon kijken wat we kunnen maken. Oh my god, ja. Dus ik zie jullie wanneer ik terug ben op mijn eiland. Ja. Oké, mensen, ik ben aangekomen bij, jawel, het juiste eiland. Echt waar, dat kompas is super handig. Ik ga in ieder geval eerst maar even slapen, want het is nacht. En ja, nachts werk is niet fijn. En ik kan wel even wat slaap gebruiken. Dus kijk eens aan, goedemorgen, mensen. Ook al zijn er geen andere mensen, nee. In ieder geval, we zijn wakker. Het is een mooie ochtend met een prachtige zonsopgang. Oh my god, wordt het nou mistig of wat? Dit ziet er wel trouwens super vet uit. Oh mijn god. Dit is echt een waanzinnig mooi plaatje. Oh mijn god. Check dit. Dit is toch prachtig. Dit is echt magnifiek, jongens. Oh mijn god. Dit spel ziet er op sommige momenten zo goed uit. Oh mijn god. Dat vond ik echt heel mooi.
Maar ik heb blijkbaar twee machetes bij me. Ik weet niet waarom. Maar we hebben in ieder geval spullen voor de motor. Deze. Drukken we op Q. We hebben deze. Drukken we ook op Q. En we kunnen nog geen motor maken. Nee, dat klopt. Omdat we nog één fucking onderdeel nodig hebben. En dat is de carburateur. En om die carburateur te vinden, moeten wij nog een schipswrak gaan zoeken. Ja. En als we die hebben, dan kunnen wij bezig gaan met onze motor. En dan kunnen wij gewoon serieus prachtig gaan varen met een motor. Dan hoeven we niet meer die glitch te gebruiken. Dan is het gewoon brrr, dan kunnen we gewoon genieten, jongens. Oh mijn god. Ik zit er echt op te wachten. Duurt nog wel even, denk ik. Ik weet niet of deze aflevering gaat lukken. Maar nu het mistig is, wil ik sowieso niet gaan varen. Nee, dan ga ik liever even bezig om bomen om te hakken en bezig te gaan met de foundation. Dus ja, dat ga ik nu ook gewoon letterlijk doen. En dan zien we vanzelf wel wanneer het een beetje mooi weer is om even te gaan varen en op zoek te gaan naar een nieuw schapsvrik. Wrak, wrak, wrak. Ja, dat precies. Wauw! Wauw, nee! Nee! Nee, 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 nee! Ik viel fucking uit de palmboom. Ik was even kokosnoot aan het verzamelen en dan val ik uit de palmboom! Fuck, nee! Oh mijn god, nu moet ik natuurlijk weer helemaal opnieuw naar mijn beginners-eiland. Oh, nee! Oh mijn god, waarom heb ik dat nou weer? Waarom sla ik dan ook niet op met mijn domme kutkop? Ik sla dan weer niet op, nu zijn we helemaal hier weer. Helemaal aan het begin. Oh mijn god, nou ja, ik ga wel dan gewoon zorgen dat ik aan het begin van de volgende aflevering terugga naar mijn beginners-eiland. Daar heb ik namelijk nu helemaal geen behoefte meer voor en ook niet echt tijd. Dus ik ga eens nog wel gewoon op zoek naar het wat voedsel. Ik zorg dat ik nu gewoon niet uit de palmboom val, want dat is gewoon echt super dom. What the fuck, waarom heb ik dat nou weer dan? Dus ja, we moeten zorgen dat het nu niet nog een keer gaat gebeuren. Ik baal er echt zo van, jongens. Oh my god. Nou, dat fuck. Ik ben helemaal teruggegaan naar mijn geglitchte eiland. En ja hoor, waar ga ik door dood? Door... Oh mijn god. Dat zagen jullie toch? Daar vloog een vliegtuig. Daar vloog een fucking vliegtuig. Ik ben niet achterlijk. Dat ga ik terug laten zien in de... Ik zag een vliegtuig. Oh mijn god, oké. Ik weet niet hoe zeldzaam dat is. Ik heb nou nog nooit een vliegtuig hierin gezien. Ik kan hem ook niet meer zien. Ik zag serieus een vliegtuig. Dat was een vliegtuig. Dat was geen vogel. Ik weet 100% zeker dat dat een vliegtuig was. Ik hoop me nu trouwens dat ik me niet zo meteen dom moet voelen wanneer ik het straks terugkijk. Van, oh, dat was helemaal geen vliegtuig. Nee, dat was 100% zeker daar een vliegtuig. Oh mijn god. Oké, ik wil nu echt zo graag die opnames terugzien als ik daar een vliegtuig zag. Oh, dat zou wel fucking vet zijn. Ja, aan de ene kant super kut, want waar, ja, ze kunnen niet landen, maar... Dat betekent dat ik niet alleen ben in dit spel. Nee, dat er nog andere mensen zijn die leven. Oh mijn god, dat ben ik blij om dat nog zo even te mogen vinden. Nou ja, ik ga in ieder geval hierheen wat drinken van maken en wat eten. Hupsakee, kijk eens aan. En daarna ga ik de aflevering maar beëindigen, want ja, ik heb nu toch niet meer echt iets bijzonders te doen. Om nog naar het nieuwe eiland te gaan heb ik niet echt tijd voor. Nee, helaas. Dus ik zal even deze kokosnoten allemaal prachtig zo slaan. Even eentje opdrinken, hupsakee. Oh, lekker genieten. En dan deze nog even naar binnen werken. Ik ga het gewoon even allemaal puzzelen. Ik weet trouwens niet nou, of kokosnootschil zo lekker is. Heeft er ooit iemand van jullie kokosnootschil gehad? Gewoon even een random vraag tussendoor. Ik zelf niet namelijk, dus ik heb geen flauw idee of het daadwerkelijk een beetje te doen is. Ik weet niet. Ik ga in ieder geval deze nog maar even opdrinken. Zo. Nou. Ja, ik denk dat ik zo weer genoeg heb gehad van die kokosnoten. Nog even eentje zo opeten en dan ga ik de aflevering beëindigen. Zo, kijk eens aan jongens. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze de Stranded Deep aflevering op blauw. Dan heb je mogelijk misschien leuke reacties achter in je comment section. Als jij nog niet geabonneerd door mij, druk snel een knopje abonneert hier beneden. Dan ben je altijd op de hoogte van de Stranded Deep aflevering. Vanaf ik nog maar eens zeg tegen jullie. Doei mensen!